Welkom bij Tiel aan tafel. Vandaag in de uitzending hebben we Bert van Arkel. Die komt van alles vertellen over waar Hellas druk mee bezig is. Natuurlijk heb ik mijn kritische vrienden. En aan tafel zit nu Jolanda van Zanten. En zij is coördinator van Present West-Betuwe. Klopt, inderdaad. Ja. Present West-Betuwe. Wat houdt dat precies in? Wij zijn, dat vind ik heel belangrijk, een non-profit organisatie. En wij werken eigenlijk onder de vleugels van een landelijk netwerk. Wij concentreren ons vooral op de werkzaamheden in Geldermalsen, Culemborg en Tiel. En waar wij mee bezig zijn, is die mensen in die regio ondersteuning bieden waar ze dat nodig hebben. En over welke mensen gaat dat dan? Het klinkt zwaar als ik zeg over de onderlaag van de samenleving, maar zo wordt het wel vaak gezien. Mensen met geldgebrek, chronisch geldgebrek, slechte gezondheid of hele slechte sociale omstandigheden. En die mensen krijgen die hulp niet van de reguliere hulpverlening? Op de een of andere manier vallen ze er vaak net buiten. Als voorbeeld kan ik geven een meneer die thuishulp nodig had, omdat hij ernstig ziek was. En die thuishulp was hem toegewezen, maar kon niet komen of wilde niet komen, omdat het huis te sterk vervuild was. Nou, wij zijn toen met een groepje vrijwilligers zijn we daar naartoe gegaan, hebben het huis in een dag schoongemaakt en de meneer kon thuishulp krijgen. Ja. En dat is een beetje de essentie van wat Present probeert te doen. Over wat voor soort problematiek gaat het? Want dit is natuurlijk heel globaal. Hulp bieden aan mensen die het nodig hebben. Het is ook heel breed. Je kunt denken aan mensen die een verwaarloosde tuin hebben bijvoorbeeld. En die dat op verzoek van de woningbouwvereniging moeten opknappen. Omdat het een doorn in het oog is. Maar die dat zelf niet kunnen. Omdat ze geen netwerk hebben of zelf lichamelijk er slecht aan toe zijn. Die kunnen er via een maatschappelijke organisatie bij ons worden aangemeld. En dan gaan wij daar met een groepje vrijwilligers heen. Maar je moet ook denken aan bijvoorbeeld een alleenstaande ouder met kinderen die het gewoon niet redt om het huis op orde te krijgen bijvoorbeeld. En hebben jullie een breed netwerk aan vrijwilligers? Wij hebben een heel goed netwerk, maar helaas alleen in Geldermalsen en Culemborg. Terwijl wij in Tiel ontzettend veel hulpvragen hebben, maar gewoon geen vrijwilligers. En jij bent sinds kort coördinator, hè? Sinds februari inderdaad. Ja, en daar wil jij je natuurlijk ook voor inzetten. Ik probeer ontzettend om vrijwilligers bij elkaar te krijgen. En het kan echt zo ontzettend leuk zijn als je gewoon met een groepje vrienden bijvoorbeeld of met collega's in plaats van een bedrijfsuitje een keer een dagje bij iemand gaat klussen. Dan zie je iemand ook vanuit een hele andere kant, leer je iemand kennen. Het is gewoon hartstikke leuk. Ja, en moeten de vrijwilligers over bepaalde talenten beschikken? Helemaal niet. En wat ik zelf heel erg leuk vind aan Present is dat wij uitgaan van wat de vrijwilliger wil doen en aan de hoeveelheid tijd die hij of zij te besteden heeft. Dus als jij zegt van nou, ik wil één keer in het jaar 3 uurtjes iemand anders helpen, is dat helemaal prima. Wil je elke week iets doen, is dat ook goed. Wil je liedjes gaan zingen met ouderen of dementerenden, prima. Wil je bij iemand het huis schoonmaken, kan ook allemaal. Ja, dat klinkt heel breed inderdaad. Het is heel breed, ja. En liggen er ook echt concrete aanvragen uit deze buurt? Heel veel, ja. En dan moet je vooral denken aan achterstallig huisonderhoud, achterstallig tuinonderhoud. Dat vooral in Tiel. En daar kan iedereen zich voor opgeven? Iedereen kan zich daarvoor opgeven. En hoe gaat dat in zijn werk? Ze kunnen of direct contact met mij opnemen via mijn e-mailadres jolandavanzanten@westbetuwe.nl. Maar ook via de regionale site. Dus dat is www.presentwestbetuwe.nl. Ja, en zijn er projecten die eraan gaan komen? Dingen waar jullie je nu in de toekomst voor in willen gaan zetten? Wij zijn op het moment bezig met jobgroups. Jobgroups, dat is een eigenlijk een soort van aparte afdeling van Present, waarbij we mensen die werkloos zijn bij elkaar willen laten komen om te praten van goh, wat ervaar je nou eigenlijk als werkloze? De afwijzingen, waar leer je van? Want dat is ook wel een heel belangrijk stukje aan Present, de ontmoeting. De ontmoeting tussen mensen. Want ontmoeting is vaak begrip. Want je kan heel makkelijk over iemand oordelen, maar het is moeilijk om te zien wat er achter die achterdeur speelt. Ja, ik denk dat het heel schrijnend is om te zien hoeveel eenzaamheid er eigenlijk is. Hè? Ontzettend, ja. En daar hebben we ook een heel leuk project voor, het project Jong en Oud. Daar hebben wij scholen voor benaderd en daar zijn ook een paar scholen heel enthousiast op ingegaan om dan met schoolklassen naar bijvoorbeeld bejaardencentra te gaan en daar met dementerende of ouderen een stukje te gaan wandelen. En dat is heel leuk, want ze kunnen dan een blik werpen in elkaars leven. En dat is gewoon fantastisch. Ja, geweldig.
Even een stukje persoonlijke interesse. Hoe ben jij hierin verzeild geraakt? Ik ben een zorgmuts, zo noemen mijn kinderen mij altijd. Het is niet al te vlijend, maar zo is het wel. Ik heb voor de klas gestaan en ik ben nu ambulant begeleider. En ik zie heel veel vervelende voorbeelden in de maatschappij voorbij komen, waarbij je gewoon aan handen gebonden bent, waar je niks kan doen. Maar ook uit eigen ervaring weet ik dat het leven gewoon, je kunt het leven niet plannen. Het leven is dat wat je overkomt als je zelf andere plannen aan het maken bent. En het kan dan heel hard gelach zijn als je ziet hoe mensen uit je omgeving je dan kunnen laten vallen. En ik heb het geluk dat ik na een scheiding nog mensen overhield in mijn leven. Maar er zijn ook mensen die hebben dat niet en die weer eenzamen. Ja. En dat is een heel simpel voorbeeld, maar zo kan het wel gaan. Zo kan het werken in het leven. Hè? Ja. Nou, ik vind het een heel mooi initiatief. Is het ook. Ja, ik hoop dat mensen hierop gaan reageren. Want volgens mij kunnen ze ontzettend veel bijdragen aan. Nou, en of wat ik al zei, al is het maar 3 uurtjes in een jaar wat je voor een ander wilt. Nou, wat is 3 uurtjes? Helemaal niks? Helemaal niks, nee. Is er een website ook die ze kunnen bezoeken? Ja, zeker. Dat is www.presentnederland.nl. En daar staat alle informatie op. Aangeschoven is Bert van Arkel van Hellas. Nou, Hellas is natuurlijk een begrip in Tiel. Die club bestaat al jaren, hè Bert? Ja, dat klopt. 1927 is Hellas opgericht. Nou, dat betekent... Volgend jaar 90 jaar jubileum. 90 jaar een gymnastiekvereniging, wordt het nog zo genoemd? Ja, het wordt nog steeds inderdaad een gymnastiekvereniging genoemd. En hoe gaat het met de club? Na zoveel jaren? Ja, na 90 jaar kunnen we zeggen dat het goed gaat. We hebben uiteraard ook toch wel wat last gehad van de crisis. Ja, is dat zo? Ja, dat hebben we toch ook bij Hellas kunnen merken. Daar zijn we weer bovenop, durf ik rustig te zeggen. En het gaat alleen maar de goede kant op. Dus Hellas staat op dit moment zeer positief en goed voor. Dus, hartstikke goed, want jullie hebben ook inderdaad wel hele fanatieke sporters die het heel goed doen op regionaal en provinciaal niveau, hè? Ja, we zitten met een brede selectie, zowel van de jongens als bij de dames. Die zowel regionaal en landelijk hoog meedraaien. Aankomende weken zijn de finale wedstrijden. Dus dat wordt heel spannend. Ja, het wordt inderdaad heel spannend. En we kunnen nog niet zeggen natuurlijk of we nog kampioenen hebben. Maar ik weet eigenlijk zeker dat er ook dit jaar weer kampioenen bij zullen zijn. Ja, die kans is heel groot. Ja. Hey, en komt dat nou omdat het talent in Tiel zo groot is? Of komt dat door die professionele leiding of begeleiding die ze krijgen? Ik denk eigenlijk het laatste. Talent moet je hebben. Ja, maar als je niet de juiste leiding hebt en de juiste middelen hebt. Ja, dan kun je het nog niet ontwikkelen. Dus het is een combinatie. En je moet talent hebben. Ja, en de juiste middelen en de juiste leiding. Juiste methodieken om de trainingen te doen. En dan kun je kampioen afleveren. Ja, dat moet heel goed voelen. Ja. En naast deze talenten doen jullie natuurlijk veel meer. Kun je iets vertellen over wat er allemaal mogelijk is bij jullie? Uiteraard. Kan er allemaal bij jullie terecht? Iedereen. En wanneer begint dat? Dan bedoel ik mij van af 1 jaar tot 80 jaar kun je bij Hellas terecht. 1 jaar? 1 jaar. We beginnen met een peuter oudergym. Daarmee de ouders dan met het 1-jarige, 2-jarige in de gymzaal komen. En gezamenlijk dingetjes gaan doen, spelletjes gaan doen. Bewegen. Bewegen, heel belangrijk. Motoriek, fijne motoriek proberen te ontwikkelen. Ja, wat goed. Dan hebben we nog een kleuter en peutersgym. Nou, dan krijgen we de recreanten van alle leeftijden, zowel jongens als meisjes. Selectie, wat ik net al zei, een brede groep jongens en meisjes. Dan hebben we uiteraard een hele grote seniorengroep. De 55-plussers. De 55-plussers, ja. En daar wordt ook op alle manieren bewegen, op muziek, met toestellen, met ballen. Ja, dus ook die groep is bij ons een hele belangrijke groep. Dan hebben we nog badmintonnen. Ja, heel recreatief. Volleyballen, heel recreatief. Ja, maar ook leuke, grote groepen. En nou hoor je tegenwoordig allemaal van die nieuwe bezigheden als bootcamp en dergelijke. Doen jullie daar ook aan mee? Ook
daar hebben we natuurlijk bootcamp, bodytramp, niet te vergeten de jazzafdeling, ja, dansen. Ja. Ook dat is al vanaf 3 jaar, kunnen meisjes of jongens ja, hun dans bij alles komen oefenen. Ja. En hoeveel leden heeft jullie club? We zitten momenteel op een 530 leden. En wordt zo'n vereniging nou volledig door vrijwilligers gedraaid? Want je moet natuurlijk wel iets van een bestuur hebben. Ja, uiteraard zit er een bestuur achter, ja. Hè? Anders wordt het natuurlijk moeilijk. Maar hoofdzakelijk wordt die door vrijwilligers gedragen. En ik kan zeggen dat wij bij Hellas een hele grote groep vrijwilligers hebben. Ja, die overal en altijd voor de vereniging klaarstaan. En ik denk ook dat dat de kracht van Hellas is, met name ook de grote groep vrijwilligers, ja, om het met elkaar. Ja. En wij zeggen altijd, we moeten proberen elke Tielenaar, hoe jong, hoe oud, ja, op een bepaalde manier, ja, door het betaalbaar en veilig hun sport kunnen beoefenen. Ja, want ik heb begrepen dat jullie prijzen inderdaad laagdrempelig zijn, hè? Ja. Ja, bijvoorbeeld vanaf 18 jaar en ouder betaal je 13 euro per maand contributie. En dan krijg je dan 4 uur les voor in onze eigen accommodatie. Ja. We hebben dus bij Hellas een beschikking over 2 eigen gymnastiekzalen. En ja, wij kunnen het gelukkig zo laagdrempelig houden, omdat we het voor iedereen toegankelijk willen houden. Nou, dat jubileumjaar gaat eraan komen. Is er al over nagedacht hoe dat gevierd gaat worden? Of ben ik nu iets te vroeg? Nou, je bent net iets te vroeg. Ja, daar was ik al bang voor. Er zijn uiteraard al wel gedachten over van wat we willen gaan doen. Maar dat heeft natuurlijk een grote voorbereiding. Dat kan ik me voorstellen. En dan zullen we na de zomervakantie zullen we daar met z'n allen mee aan de gang gaan, omdat volgend jaar toch een groot succes te maken. Ja, dat moet gevierd gaan worden. Maar ja. Nou goed, we hebben natuurlijk eerst nog zometeen al die spannende kampioenschappen die eraan gaan komen. En nou zullen we afspreken dat je daar in ieder geval bij Regio TV Tiel daar wel over komt vertellen? Uiteraard. Oké. Uiteraard, doen we. En dan is het nu tijd voor mijn kritische vrienden. Is er toekomst voor een zwembad in Tiel? Daar ga ik over praten met Mark Paulus en Han Kersten. Mark, ik ga bij jou beginnen. Is er toekomst voor een zwembad in Tiel? Nou, ja, het huidige zwembad mag de sloopkogel doorheen wat mij betreft. Maar ja, iets te gechargeerd gesteld. Ik denk dat er heel snel actie moet worden ondernomen. Het zwembad in Tiel is enorm verouderd. Er moet iets gebeuren, er moet uitbreiding, renovatie of nieuwbouw komen. En het is 5 voor 12, omdat eind van dit jaar het een en ander aan contracten afloopt. Dus men zal wat moeten. Ja, er is geld nodig. Ja, veel geld. Ja, Han. We zitten hier in een gebouw met een heel mooi zwembad. Ik denk dat er ruimte is in Tiel. Tiel moet zich een beetje opwaarderen. Dat er ruimte is voor een goed, mooi, comfortabel zwembad. Dat is goed voor de mensen die hier wonen in Tiel, om te bewegen. Mensen komen ook graag naar een plaats toe waar ze zich thuis voelen. Dus ik hoop echt dat het komt tot de sloopkogel van Mark. En dat er daarnaast een plan ligt, een visie van het gemeentebestuur, waarin ze zeggen van oké, dit is wat we voor gaan stellen aan de Tielse burgers. En dan hoop ik dat de Tielse burgers zo bij de tijd zijn om te zeggen van oké, hier gaan we aan bouwen. Hier gaan we investeren in de toekomst. En dan heb je het over het zwembad wat er nu is? Nee, dan heb ik het over een nieuw, na de sloopkogel. Ja, maar op dezelfde locatie? Ik heb niet zo verstand van locatie. Er zijn allemaal specialisten voor, die weten dat heel erg goed. Het gaat erom dat de beleving die je hebt bij het zwembad, die moet gewoon kloppen bij het verwachtingspatroon van de burgers. En ik denk dat het op dit moment gewoon niet het geval is. En ben jij het daar ook mee eens? Nou, ik ben het daar deels mee eens. Als je kijkt dat er een privé of een privaat zwembad zou kunnen komen, een luxe zwembad, is dat natuurlijk mooi. Maar je moet altijd kijken naar de voorzieningen die je als gemeente wil hebben. En dan moet je een visie ontwikkelen en daar ontbeert het aan in zijn algemeenheid bij sport. En dus ook bij de binnenaccommodatie. En dan heb je het over zowel het zwembad als ook sporthallen. En als je kijkt naar het zwembad nu Groenendaal, is enorm verouderd, is te klein.
mist bepaalde faciliteiten. Dus wat mij betreft zou ik zeggen, sloop daar het zwembad. Haal de voetbalvereniging TEC van de lok af. Als die lost er vanaf, voeg de voetbalverenigingen samen. Zet een groot zwembad naast de sporthal, breid de sporthal uit en maak daar een megacomplex op de lok van. Dan is het ook gelijk exploitabel. Dan kun je daar dus beheerders voor vinden die echt het op lange termijn goed kunnen dragen. En dan heb je zowel een publieke als private partij daarin. En dan heb je je nutsvoorzieningen compleet gefaciliteerd in Tiel. En dan toon je visie. Alleen dat gebeurt tot nu toe niet. Maar dit is wel inderdaad een compleet plan. Dit. Ja. Ik denk ook dat dat moet, omdat je ziet dat tot nu toe in de politiek in Tiel er alleen maar geschakeld wordt vanuit bezuinigingsdoelstellingen en dat er niet eerst een visie wordt getoond. Wat willen wij met de burgers van Tiel? Wat willen wij op maatschappelijk en recreatief en sportief vlak? En dat van daaruit wordt gekozen, heel duidelijk principiële keuzes worden gemaakt en daar acties aan worden gekoppeld, waaronder zwembaden, sporthallen, buitensport. En dan heb je een visie die ook past bij een stad als Tiel. Want eigenlijk voldoet Tiel niet aan zijn reputatie. Tiel heeft een enorme regionale functie. En als je kijkt wat voor faciliteiten daar binnen liggen, ja, dan schaam je je af en toe toch wel. Ja. Ja. Tiel mag best wat grootser denken. Ik ben het echt. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ja, dus het is eigenlijk allerlei sportfaciliteiten koppelen. Ja. Ja, en dan gewoon over de schutting heen kijken en niet elke keer in het eigen hokje blijven, op het eigen eiland blijven. Politiek aan de kant zetten ten aanzien van wat wil partij A, wat wil partij B. Gewoon vanuit de noodzaak van de burger kiezen voor een aantal principiële stellingen en daarvan uit zeggen, wat hebben we dan als stad nodig? Daarop investeren en dan heb je ook voor de lange termijn alles stabiel. En nu wordt er constant, hapsnap, wordt ad hoc geschakeld in Tiel. Ja, ja. Ja, klopt. Nou goed, ja, ik denk dat jij het er ook wel mee eens bent. Hè? Daar ben ik het mee eens. Ja, dus eigenlijk. Alleen, wat mij betreft ook een beetje een luxe variant. Een wat comfortabele variant, die mag er best wel bij. Tiel moet zich niet kleiner maken als dat ze zijn. Het is een vrij grote stad. Dus wat groter denken. Groter denken. Ja. Gewoon trots zijn op je stad. Ja. En laat het ook zien in de plannen die je maakt. Ja. Ja, nou. En keuzes maken. Ja. Echt keuzes maken. Ja, heren, we zijn het gewoon echt heel erg eens. Goed hoor. Ja. Ja, een hele mooie conclusie eigenlijk. Heren, bedankt. Fijn dat u heeft gekeken naar Tiel aan tafel. En tot volgende week. Ja.